Vandaag word ik onderworpen aan een heus vragenvuur. Je hoeft dus niet per se een hele nieuwe garderobe aan te schaffen. Want dan straal je en dan ben je op je allerknapst. Hallo en welkom in mijn kantoor. Mijn naam is Lonneke, chef mode bij bol.com. We krijgen bij bol.com ontzettend veel vragen. Soms loop je tegen praktische zaken aan waarvan je je afvraagt hoe je daar het best mee om kunt gaan. Ik geef hier in deze video antwoord op. Welkom bij Lonneke's Dresscode. Vandaag word ik onderworpen aan een heus vragenvuur van al jullie prangende vragen over praktische zaken. Dus laten we snel beginnen. Vraag 1. Welke kleur moet ik aan onder wit? Wit is een fantastische neutrale kleur, maar kan afhankelijk van de stof vaak wat doorzichtig zijn. In sommige gevallen is dat natuurlijk niet wat je wilt. Maar de oplossing om te voorkomen dat het doorschijnt is om donkerrood eronder te dragen. Je denkt al snel dat huiskleur of wit de beste opties zijn, maar neem het van mij aan. Warm donkerrood past bij elke huiskleur. Kijk maar. Ik heb rood hieronder aan en Charmaine ook. Zie je niks van? Vraag 2. Welke sokken draag je in sneakers? Je wilt toch vaak wel sokken aan in je sneakers in de zomer, maar ze moeten dan niet te zien zijn. Onzichtbare sokjes zijn dé oplossing. Ik vind de kleine voetsokjes van Valken echt heel fijn zitten. Die blijven perfect op hun plek. Vraag 3. Ik ben zwanger, maar wat moet ik aan? Je ziet in het huidige modebeeld heel veel oversized kleding. Dit kan je dus perfect aan als je zwanger bent. En je kunt het ook heel goed na je zwangerschap blijven dragen. Ook items met stretch erin kun je tijdens je zwangerschap prima aan. Je hoeft dus niet per se een hele nieuwe garderobe aan te schaffen voor die paar maanden. Beter voor je portemonnee en voor het milieu. Vraag 4. Hoe houd je je kleding lekker fris? Kleding hoef je echt niet na elke draagbeurt in de was te gooien. Dat is niet goed voor je kleding en scheelt ook enorm in je water- en energieverbruik. Probeer ook altijd zo min mogelijk de droger te gebruiken voor je kleding. Hang het lekker uit op een goede kledinghanger. Van fluweel bijvoorbeeld. En plaats een schaaltje met wattenbolletjes doordrenkt met geuroliën of je favoriete parfum in je kledingkast. Zo wordt er een heerlijk subtiele geur verspreid over je kleding. Vraag 5. Hoe pak ik mijn koffer handig in? Mijn grootste tip voor het inpakken van je koffer is het maken van setjes voordat je inpakt. En zorg ervoor dat je met de kleding die je meeneemt veel verschillende setjes kunt maken. Leg al je kleding, met fluwelen kledinghangers en al, in je koffer. Herhaal dit tot je alle setjes hebt ingepakt. Dit scheelt met uitpakken en voorkomt aankleedstress tijdens je vakantie. Vraag 6. Hoe kleed je je naar je lichaam? Gelukkig is iedereen verschillend en ziet iedereen er anders uit. Mijn beste tip, accentueer juist wat je het mooist aan jezelf vindt. Heb je mooie benen? Trek dan een leuke rok aan. Of heb je een mooi décolleté? Leg daar dan het accent op en hou de rest van je outfit rustig. Ben je trots op je armen? Kies dan voor passende tops. Heb je goede bovenbenen? Dan draag je strakkere broeken om deze zo te accentueren. Belangrijk, vraag waar jij gelukkig van wordt, want dan straal je en dan ben je op je allerknapst. Dit waren jullie meest gestelde vragen. Ik hoop dat ik je een eind op weg heb kunnen helpen om je garderobe zodanig op te bouwen dat je minder stress ervaart wanneer je 's ochtends voor de kast staat. Mocht je nog meer vragen hebben, laat vooral een bericht achter in de comments. Bedankt voor het kijken naar Lonneke's Dresscode.